Ik vond dat vroeger vond ik het super lekker, maar ik heb laatst heb ik een keer gekocht. Dat is echt zo vies, vooral als je het dan even in je mond houdt. En dat het dan zo papperig wordt. Ja, echt zo vies. Zo'n smerig spul. Ja, dat kocht ik dan vroeger ook inderdaad. Maar over die snoepzakjes, dat was echt heerlijk. Dat je gewoon met zo'n snoepzakje dan, zo'n plastic zakje, ook met verjaardagen en zo. Ja, dat je dan, precies. Zo'n zakje snoep. Of dat je, dat als je met verjaardagen op school moest trakteren, maar dat je ouders dan van Nibbits zo'n ketting maakten. Deden ze dat bij jou ook? Met, ja, en dan met dropveter. Ja, precies. Ja. En vanaf die tijd, en ik weet nog de eerste keer dat wij dat gedaan hadden, dat was, ik denk op mijn verjaardag op de peuterspeelzaal, ja. Of op Geert's verjaardag, dat weet ik niet meer, had mijn moeder dus van die nibbitringen en dropveten. Ja, ja. En sindsdien vind ik dat echt een fantastisch lekkere combinatie. Altijd als ik nibbits eet, heb ik zin in dropveten. Ja, precies. Echt, hoe bizar is dat? Maar nu zou het natuurlijk zijn dat je wegkomen als je als ouder zijnde met een bak nibbits met drop... Stengels er doorheen, dropketting, ja. Ik weet hoe je het noemt. Dan zou nog gewoon vragen of ja, maar is dat wel is het in de buurt geweest met pinda's? Is het in de buurt geweest met noten? Ja, precies. Je, toen was gewoon iedereen at dat gewoon op, klaar. Ja, iedereen, precies. Dat was vroeger ook, als je ging trakteren op school, dan ging je gewoon met zakje chips, drie dozen chips inderdaad. Ja, dat was die uitdeeldozen. Ja, precies. Je had dan groen en je had rood en je had blauw. En als die beviel, dan had je pech gehad. Ja, inderdaad. Nu moet je overrekening houden, want dan heb je hebt die heeft een pinda-allergie en die heeft een lactose-intolerantie. En die kan die daar tegen. En die mag vegan alleen maar eten. Ja, precies. Was het bij jullie ook dat als je dan ging uitdelen, dat dan die groene altijd het eerste op was? Ja, wij hadden nooit groene eigenlijk bij ons. In ons in het dorp had je eigenlijk alleen maar paprika en normaal. Dat was echt import, groene chips. Als iemand dat ooit had, dan was het in de grote stad hadden ze dat inderdaad, ja. Maar over chips trakteren gesproken. Ja. Ik was dus met mijn verjaardag, normaal gesproken trakteer ik eigenlijk niet op kantoor. Vorig jaar was ik ook vrij en de andere dagen ben ik altijd vrij op mijn verjaardag, zeg maar. Dus dit was eigenlijk het eerste jaar, volgens mij, dat ik op kantoor was op mijn verjaardag, zeg maar. Okay. En er was ook een andere collega van mij, die was ook jarig dan. En die kwam dus naar mij toe de avond van tevoren van, ja, wat ga jij morgen trakteren? Ik had eigenlijk niet echt van plan om iets te trakteren. Dus ik zei, ja, ik denk eigenlijk niks. En toen zei ze dus van, maar ik ga vanavond een taart bakken en dan zei ik wel dat die voor ons allebei is. Nou, ik wist nog niet hoe snel ik moest corrigeren dat echt niet de bedoeling was. Ja, maar hoezo niet? Dan kom je er toch makkelijk vanaf juist? Ik ga er niet meeliften op de tractatie van een ander. Waarom niet? Dat is toch goedkoop en makkelijk? Ja, dat is ook ordinair. Wat? Ook ordinair. Ja, precies. En ook gemakkelijk om dan mee te liften op het succes van een ander, zeg maar. Ja, oké. De noeste arbeid van een ander, zeg maar. Ja, dan kun je als andere mensen trakteren, kun je daar mooi de vruchten van plukken. Ja, precies. Maar als jij een jarig bent, dan geef je en dan geeft jou een slecht gevoel. Ja, precies. Dus, maar goed, ik was eigenlijk van plan om niks te doen. Ja. Maar ja, toen voelde ik me natuurlijk, hoe zeg je dat? Bezwaard, zeg maar, dat ik niks ging doen, terwijl die andere collega wel ging trakteren. Maar ja, ik wist dus al dat zij taart ging bakken, dus ik dacht ook van ja, ik kan niet ook nog met taart aankomen. Nee. Dus ik had die avond had ik... Dan maai je het gras voor haar voeten ja, weg. Ja, precies. Dus ik had die avond had ik een zak van die uitdeelzakje chips gehaald. Gewoon dan hebben we 's ochtends hebben we dan taart bij de koffie of zo, weet ik veel. En aan het einde van de dag had iedereen nog een snack, zeg maar. Ja, ja. Dat vond ik wel een goed idee van mezelf. Ja. Maar ik ga natuurlijk niet om 7:00 's ochtends... Chips neerzetten inderdaad. Of op mijn bureau zetten. Dus ik had het in de auto laten liggen, zeg maar. En dan weet je hoe het gaat natuurlijk. Dan, de helft van de mensen is op het bureau weg. Je bent jarig dan. Dus dan verwacht je toch dat mensen naar je toe komen om te feliciteren, zeg maar. Ja, ja, ja. Maar dat viel dus vies tegen. Dus dan gurende de ochtend begon mij bij mij te borrelen, zeg maar. Van ja, maar als het zo moet, krijgen jullie geen chips. zo zijn we niet getrouwd, collega. Zo gaan we niet door één deur, inderdaad. Nee. Dus ik was... Want als collega's ben je zo'n familie, hè? Ja, precies. dus ik had die dag dus niet getrakteerd, want ik was zo over de zeik. dus de volgende dag had ik toch een manier te dachten. Ja, ik kan moeilijk in mijn eentje twee van die zakken met 15 zakjes in opgezet te vreten. Dan was helemaal een dieptepunt in mijn leven, zeg maar. Een droevig bestaan. Ja, precies. Dus ik had toch maar die zakken chips neergezet na de pauze, zeg maar. En dan zie je dus gewoon dat er mensen zijn die 2 of 3 zakjes pakken. Terwijl ik had dus 2 zakken gekocht, er zitten 30 zakjes in. Terwijl op een gemiddelde dag, op onze afdeling zijn er 30 man, zeg maar. Ja. Dus voor iedereen was er 1 zakje, zeg maar. Ja. Maar toch zie je dan mensen er 2 of 3 zakjes pakken. Ja, en willen ze weten. Dan denk ik echt, ben je door de ratten besnuffeld of zo. Dat je dat, het zal in mij nooit, echt nooit in mij opkomen. Om dan, dat je willen ze weten is gewoon iemand eigenlijk letterlijk ontneemt. Gewoon iemand van een ontneemt. Ja, precies. Een zakchip ontneemt. Dat is natuurlijk wel anders als je bijvoorbeeld, stel dat er liggen dropjes of zo. Ja. Die kun je natuurlijk niet pakken. Die kun je niet tellen. Bij chips is dat een ander volume, zeg maar. Dus dan geldt het andere regels, een andere etiketten geldt dan. Andere etiketten, inderdaad. Ja, precies.
Ja, andere Morris. Ja, precies. Ja, inderdaad, ja. Maar dat is altijd zo met tracteren. Je moet er altijd, ook met, we hebben al eerder gesproken met de bitterbalprotocol. Ja, je ja. moet gewoon, eigenlijk kun je niemand vertrouwen als het om snacks gaat. Je moet iedereen in de gaten houden. Eigenlijk moet gewoon, alle collega's moeten in een rij gaan staan. En dan deel ik het uit. Dan mogen ze mij van je feliciteren. Dan krijgen ze een... Gewoon dat het een eerlijke transactie is, zeg maar. Of felicitatie ja, voor een zakje levert een transactie. Ja. Het kan zo simpel zijn. Ja. Het zou een hoop stress bij mij, schelen in ieder geval. Ja, inderdaad, ja. Ja, dat is inderdaad zo. Ja. Maar ik was ook jarig op mijn verjaardag. Ja. Nee, op mijn werkdag. En ik had ook getrakteerd. En toen... ik had dan getrakteerd bij de... Ja, we hebben dan zo'n pantry, zeg maar, waar je koffieapparaat zat daar en zo. En dus die appels met pantry, dat is ook een woord dat ik nooit zou gebruiken. Nee, inderdaad. Ik het is natuurlijk pantry, is gewoon een keuken zonder fornuis eigenlijk. Ja. Zo simpel is het eigenlijk. Ja, dat is het. Om het pantry het heet, weet ik niet. Maar nee, weet ik ook niet. Het is gewoon een keuken zonder fornuis. Ja, dus. Zeg dat dan gewoon, ja. toch? Ja, leeft ook in Nederland. Je begrijpt het toch wat ik bedoel. Ja, maar goed, die hadden wij dus daar. En dan was ik aan het tracteren. En dan kwamen dus ook andere mensen van andere afdelingen, zeg maar. Maar niet om taart te halen, maar om koffie te halen. Zeg maar. En dan van, oh, ben je jarig? Ja, ben je jarig. Oh ja, gefeliciteerd. En dan... eigenlijk verwachten zij dat ik dan zeg, wil je ook een stuk taart? Maar ja, zo zijn we niet. Ze kwamen van koude kermis thuis. Zo zijn we niet getrouwd. Ja, van de koude kermis thuis, ja, zo gezegd. Zo zijn we niet getrouwd. En dan ik ben door je muis naar huis werden ze gestuurd. Ja, inderdaad, ja.